Op de plek waar tot voor kort een drogist gevestigd was, kregen wijkbewoners Ineke Lentzen en Jeroen Bakker de kans om een pop-up museum over de Kopermolen te openen. De meeste voorwerpen in de collectie zijn aan het museum geschonken door bewoners van de Merenwijk. Ja, mensen komen dingen brengen inderdaad, waarvan zij zeggen, nou dat vinden wij leuk als dat tentoongesteld wordt. Om te laten zien, wat was het verleden van de Merenwijk. Merenwijk bestaat binnenkort 50 jaar. Wat is het heden en wat gaat de toekomst worden? Ook aan een duurzame toekomst voor de Kopermolen is gedacht. Wat ik zelf zo verschrikkelijk leuk vind om te vertellen, is dat er op het dak tiny houses komen. Dus dat wordt echt... Nou, hier zie je daar voorbeelden van. Er zijn een beetje chique tiny houses zoals ze hier staan. Maar dat moet je op een groen, vergroen dak zien. Er wordt echt een kleine community, zeg maar. En ja, het groen en de natuur, het duurzame binnenhalen, dat is eigenlijk heel belangrijk. Buiten het museum is ook al jaren van alles te zien. Lentzen wijst museumbezoekers graag op de speciale plekjes. Er is van alles te ontdekken hier aan de Kopermolen. Een heleboel mensen weten dat niet. Maar daar heeft de architect ons op geattendeerd. Je ziet hier in de relingen overal kleine kunstwerkjes. Dat is heel leuk. En er is nog veel meer te ontdekken. De vier beroemde beelden op het parkeerterrein bijvoorbeeld. Wat heel weinig mensen weten, ook mensen uit de Merenwijk zelf, is dat in ieder beeld, ook daar werden we op geattendeerd, een verhaaltje staat. Over het gebied, over de Kopermolen, over de Merenwijk. In het museum zijn de originele prototypes van de beelden te bewonderen. Wat ook heel leuk is, kijk, als je daar kijkt, dan zie je eigenlijk een heel groot schilderij. En de meeste mensen denken, wat is dit? Hè? En het is ook een beetje verkleurd. Maar het grappige is dat het eigenlijk van een hele beroemde kunstenaar is, namelijk een cobra-kunstenaar, Jan Sierhuis. En als je dat weet, dan krijgt het al een hele andere dynamiek eigenlijk, hè? Een heel ander gevoel. Lentzen kan nog uren doorvertellen over het winkelcentrum van de Merenwijk. Het museum is iedere woensdag en zaterdag geopend. De toegang is gratis.